We hebben wel eens de neiging onze kat een extraatje te geven en denken die daarmee te verwennen. Dit cadeautje kan echter zeer negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van uw huisdier en daar is men zich niet altijd van bewust. Zo kunnen ook sommige van uw kamerplanten ernstige gezondheidsproblemen teweegbrengen wanneer uw kat eraan knabbelt. De symptomen van een vergiftiging die kunnen leiden tot de dood van uw huisdier verschillen afhankelijk van de ingenomen toxines. Neem bij twijfel onmiddellijk contact op met uw dierenarts. Dit is een informatieve, niet-exhaustieve lijst van een aantal vergiftigingsoorzaken. We beginnen met de voedselintoxicaties. De theobromine in chocolade kan het zenuwstelsel negatief beïnvloeden en schadelijk zijn voor het hart. Look en ui bevatten zwavelderivaten die de rode bloedcellen afbreken en het zuurstoftransport stopzetten. Pit- en steenvruchten bevatten cyanogene glycosiden die giftig zijn voor de nieren. De cafeïne in koffie kan het hartritme beïnvloeden. Wat de planten betreft, weet dat meer dan 700 soorten giftig kunnen zijn. We sommen er enkele op. De zogenaamde kerstplanten. Hulst, marentak, kerstster, kerstroos. Meiklokjes, tulpen, rhododendron, aloe vera, narcissen en oleander. En om af te sluiten, de alledaagse producten. Antivriesmiddel, geneesmiddelen zoals aspirine, corticosteroïden, pijnstillers en calciumsupplementen, schoonmaakmiddelen, onkruidverdelger en tot slot batterijen. Indien u vermoedt dat uw kat het slachtoffer is van een vergiftiging of intoxicatie, neem dan onmiddellijk contact op met uw dierenarts. Hij zal u begeleiden bij de te nemen maatregelen.